niet even. Met de lawaai. Alsjeblieft. Dames en heren, juffrouw van alle leeftijden, welkom. En wie een vakantie, Kleis Noah, de koewacht, Strotchen, de koebrugge, de Nijkant, Dallestroot en de Kiekensoog, welkom. En je woord, vrienden van ons tekende, welkom. We zijn oneindig content dat je hier zit. Voor onze eerste steken ze revue. We hebben het naar hier gelokt. Ten eerste, omdat de akoestiek en de sporthal ook niet daar is. En ten tweede, omdat na voor ballen stampert, onderweg heb weer geschopt voor je nou het niet wel de messen. Voor deze kul. Voor deze kul. Nou, wat is dat? Dat klopt hier iets niet. Voor. Sintallen. Voor deze culturele avond van groot formaat. Ze moesten erin blijven, de schiende schuppers. Dit is wat ik op het rotte. Mannekes, wat zeg je eronder? Ik mee ospen. Hé. Zal er zeggen vrogen niet voor te commanderen, hè? Maar voor te spelen, hè? Verstaat je dat goed? Ah. Een goede muzikant heeft maar een halve noten nodig, hè? Ik kiet al er allemaal hartelijk welkom. Ja, dat al gezien. Abelenten. Zeg het. Nee, meneer. Zeg het, er brengt er mee af, hè. Mensen, maak het al te gemakkelijk. Tenminste, als dat lukt, op die herten parochiale stoelen. Misschien worden de zetelijkes van het voorstel beter geweest. Maak het al te gemakkelijk, mensen. En kijk met genoegen naar de revue. Waarom dat jaren gewerkt is, hè? En trek nu maar de doek omhoog. Waarop? Want onze curiositeit is hoog. Zet wijd de oren open en doe de deuren toe. Weg met al uw zorgen en amuseer u goed. Wauw, ik ben Peter van dienst. Ik zeg alvast salut, want hier is ze nog. De stekense revue. Ja. Hallo, kom allemaal, dat is wat ik er voor ons kon zijn. Voor ons concert. We spelen geen drang, maar iets veel lichter. Maar golden knap. Maar golden knap. Het gaat en mogen vele stekense mensen. Echt zeker ben. Echt zeker ben. Just in de blonde bal waar ons geflensen. Echt zeker ben. Steek naar de steek, 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 de ste
spijtig dat ze dat in die revue niet kon vertalen. Dat is goed geweest, hè? Ja, dat is juist. Zeg maar, een revue alleen, er komt toch geen serieuze mens naar kijken? Ja. Ik kon nogal wel liever naar steken sportief kijken, hè? Ja, maar pas op, want er zit een speler bij Van Bever. Bij Bastien? Ja. Wie dan? Van der Steegel. De dienen van het geloof. Ach, wist ik niet dat hij voetbal? Ah, eerst was hij blond. Dat was zijn geld. Kleuren van Bever, nee. En heeft er nog veel chance dat hij niet in Lokeren speelt, want er is het rijk. Ja, dat is juist, ja. Maar daar kon ze dat ook niet over eens. Nee, spijtig, dat zou gaan goed zijn. Weet je wie dat er ook bij hangt? Ja. Dingen naar Wim Persuur. Ha, daar kunnen ze een boek over schrijven. Ja, of dat zal hij zelf wel doen, pijzen. Ja, maar dus zullen ze ook al niet te veel. Zeg, en ja. Allee, hoe noemt hij dat? Herman IJzer. Geen oor op mijn kop dat er op een stator niet van kan gezeten worden. Ja, op zijn kop ook niet, jong. Ja, spijtig vertel. En ik moet er wel ook Jan terug tussen, hè? De Sinterklaas neer die had hier op steken zijn kost komen verdienen is. Kijk dat, ze zijn er nog, hè? Zeg, weet je dat die voorzitter is van de kerkfabriek? Voorzitter van Davidsfonds? Voorzitter van de cultuurraad? Voorzitter van... Maar verdraaist is hij thuis, hè? Spijtig vertel dat ze er in die revue allemaal niets over gaan vertellen, want dat zou goed zijn. Ja, dat is juist. Zeg, zijn er als je nog van die galiaars waar dat geen en tang erover vertaald kan worden, die eigenlijk niet mag geweten zijn? Ja, van niks. Kom eens hier. Weet ik hier dat al van... Van Jo van Deus? Ja, wat? Scheerde. Kom eens hier. In het zuiden van Frankrijk. Nu wat? Jawel. En met zijn vrouw? Is het geen zot, al is haar mee. Spijtig dat ze dat in de revue allemaal niet gaan vertalen, hè? Ja, revue. Zijn is kruis. Ja, en kijk er. Goh. Hier, zeg. Afgelopen, en geschreven jij dat wel allemaal op, zeker, ja? En schrijf ik niets op. Ach, wel goed als je dat kunt omtaan. Niet omtaan en je op te schrijven, contant te betalen. Kom aan. Wat zijn je zus stuk, ja? Hier zeg. Goed. Goed, en dan vrouwen, hè? Ah, ja. Zeg, Merke. Tot ziens, hè? Als ja, Merke. Ja, zal u het volgende groep dan opruimen, maar ja, dan zal u hier. Excuseer me, dames. Weet jullie soms wat repetitielokaal is van muziek? Repetitielokaal? Wat zeg je nou? Receptielokaal, zeker? Ja. Nee. Repetitielokaal. En er zit toch een muziekkapel op tegen. Oh ja, van eigen staat harmonie. Ja. Zeg, weet je wat, manneke? Dat vroeg je best niet op een toeristische dienst door weten zelfs. Dank u zeer, dames. Amai, zeg. Loop me als zo'n extra mink al die recepties af. Ja. Eigenlijk zou het niet mogen, hè, als je de gazettenlijst aan de mensen bezig huurt, maar ik wil gern eens tegen de dag van vandaag. Het zou niet mogen, hè, maar ik voel me gelukkig. Ze niet mogen jagen de gazette leest, maar ik vind stikken ideaal om in te buien. Ik vind stikken schuur. Maar dat kun je nou toch niet meer, nee. In de tijd van Roggeman, ja, dat was nou hier goed. Ah, die was thuis, van alle markten thuis, vooral op de markt. Roggeman. Die een normaal hier al, hé. Roggeman. Dus het jaar burgemeester, of er omtrent. Maar ja, hij moest hij weg, hé. Wij gingen wel een nieuwe burgemeester krijgen. Een paardenmeester. Maar ik deed hem lelijk mispakt toen die haar hadden. Uiteindelijk is die paardenmeester dan toch burgemeester geworden. Maar hij er wel 20 jaar over moeten doen. Is dat zo schuwen, steken, hé? In een tijd van Roggeman, ja. En toch wil ik gerne steken. Zit ze niet mogen dat je de gazette leest aan de mensen bezig huurt, maar ik wil gerne steken. Maar dat kun je nou toch niet menen. Allee, pak nou eens 76. We kregen er Kemziek en Klein Snoabee. Tenminste, dat bij de stikken is. Kemziek, dat weer boos. En Klein Snoabee loopt er nog altijd verloren bij. Kemziek, laat je die maar bezig met je eigen. Die doen dat goed. En Klein Snoabee, laat je die maar carnaval vieren. Die doen dat ook goed. Een stikkenier is een stikkenier. En een van Kemziek zal nooit een stikkenier worden. En in een vat Klein Snoa, die moest zijn eigen pas geven.
Een bok deed geen vis. En een kemel is er ook niet zot van. Alleen een stekken ziet er geen groot meer. En toch wil ik gerne stekken. Ze niet mogen dat je de gazette leest aan de mensen bezig uur, maar ik wil gerne maar stekken. Maar dat kun je nou toch niet menen. Zijn de stekeneers daar veel te vertalen, hè? Allee, dat onze Pol, de Koppenbergeuteronde van Vlaanderen, wil weglopen. Vind je dat goed? Hij wil er de Veuzelsberg van worden. Maar dat zou hij nog veel schief moeten meten, die hem dat zou lukken zijn, hè? Hoe zegt hij dat ook weer? Hij kan niet tegen onwaardige taferelen. Allee toe, eerder niet tegen kunnen. En hem al eens goed bekeken? Eden niet tegen kunnen? Er niet op kunnen, ja? En toch wil ik gerne stikken. Ze niet mogen dat je de gazette leest aan de mensen bezig. Maar dat kun je nou toch niet menen? Allee, pak nou een blauw wiegel. Ik was klein en dat wiegelke dat was blauw. Een auto die kwam er alleen maar dat klos was. Maar de wiegel moest vereerd worden voor de tracteurs, de combines. Je kent dat wel, hé? Petat. Heel het verkeer de deur. Van Kemsiek naar Stekenen en omgekeerd. De viloos, waar dat wiegelke vergemokt was, die moest oppassen. Het werd gevaarlijk, dus er moest verlichting in. Petat, nog meer verkeer de deur. Het was nog niet goed. Er lag er nog wat familiegrond hier en daar. En er moesten bedrijven in. Ja. De wegel werd te smal voor de baans, de aanbod, de wielhoeks, de nog. En wat zal het gevolg zijn? Hier is juist, jong. Naar ringen om te stikken. En toch wil ik gerne stikken. Ze niet mogen, jij dat gaat zeggen. Maar dat kun je nou toch niet menen? Allee, pak nou die twee verloederjes van de Stekense bossen. Voten en brood, maar zo verjeet is door. Zeg, weet je wat ze met die man niet moesten doen, hè? Die moesten ze een week opsluiten en een week aan thuis kunnen dat ze zelf illegaal verkocht hebben. Een week op 3 uur bruut zijn. En alleen wat te drinken uit de forte. Maar zonder vrouwvolk, hè? En toch wil ik gerne stikken. Ze niet mogen niet even de gazette lezen aan de mensen bezig, maar ik weet het, jongen, ik weet het. Zeg, hoe koren dat ik me mag, hè? Hoe meer dat ik eigenlijk besef dat ik hier op gerne wensen. Volgens mij spreekt soms je tegen zijn hart, hè? Allee, vrouw, kom toe. We gaan er een haaien drinken in de aquarel of in de paaldegrim, hè? Oh, die cafés, hè. Ah, dat is ook al niet meer gelijk een roggeman zijn in tijd, hè. Allee, toe. Van dansen, vanuit gewoon, van vrij en van zwansen. We kennen het verschil niet uit een dag en de nacht, maar ja, toen was er ook nog geen sprake van 0,8. We gingen naar het zomerhuis, of naar de wal, daar bij de bus. De moor, de boerenroosjes. Maar later, dan kregen we nog veel meer hunker. Naar de Capri en de Bunker. Inmiddels was nog geen carnaval. Maar hier was wel lang niet het bal. Wat is de Ponderosa?
kwam hier in het dorp bij Jezus. De dansing de Shanghai. Och, Heere Jezus. Maar later, dan hadden we veel meer keus. Met een ander, de 7-7 en op zus. En dan de Beatles met een aantal. De Rolling Stones wat in die raad. Daar is de Ponderosa, de rock and roll van de Blanca. De tijd van Elvis en de Vis, de richting van je hebt gemist. In de jaren 60 beloofden we de revolutie plechtig. Maar de dansings, ze verdwenen één na één. Ze wilden alleen nog disco en anders geen. Maar jonge mensen van deze tijd, zij zijn er nog van hoop en spijt. Wat is de Ponderosa, de rock and roll van de Blanca. Kenden ze nog de dansings, voordat de Nesken een jongen vond, en omgekeerd ook soms. Maar er waren nog andere huurden van verderf en schande. De cinema's, spijtig, de televisie heeft veel naar de knoppen geknald. Ook de cinema's, zeker de cinema's. Ja, waar is de tijd naartoe van Fred Roek Auguste Bruin? En Alice die zei, zwijg domme rekken. Een zinne schoon en dram. En Laura, die ons de film expliqueerde. Bij de Bult, bij Roekes. En in het Gildeneus, daar draaiden de pastriekfilms. Over ons lief Raken en Bernadette en Maria Goretti. In zwart-wit en zonder klank. En daar vertelde het aan bij hoe schoon dat dat was. In het echt. En wij kosten ons dat koffiestel niet schoon dat dat was in het echt. Want we hebben nog fantasie. Daar was anders veel fantasie voor nodig. Met al die strepen en die krassen. Maar dat kwamen de serieuze cinema's. De Rio op de Brugge en de Nova aan de Mullenstraat. Bij Roekes in de Rio, daar draaiden ze Sissi en een beeldstudent en gejoogd door de wind. Maar dat kwamen de pikantere met Marika Rock. Marika Rock, dat was mijn favoriete. Ja, dat is van die schuine pien. In de Nova doordraaiden ze koppenfilms en over de oorlog. Dat was Pien vertaarde man, die Gerre zou schieten. En over Tarzan is een tegenval aan het broek. Hier, want vernoos de Nova een klaan vuil cinema knoop. De Sammy. De wat? De Sammy, daar gingen ze de eerste blote films drogen. Vieze dingen. Als je daar nog naar de buurt kwam, kon het gebeuren dat de plaatsje minder mocht doen. De Sammy, dat was dat donker gangsken. Waar had die foto gezingen met die zwarte papiertjes voor. En wat zat er achter die papiertjes? Heel juist, daar zat niet veel meer achter. Daar zat eigenlijk niets meer achter. Dat was van Wie van de Bluten?
Je kunt wel pijzen dat wij als kleine mannen, zie je met ons fietsje of ons trontinetje, per ongeluk langs die Sammy moesten. Al was maar om bij Piron vogels uit te houden. Zeg mensen, die Sammy, door zijn waar u is opgevolgd, kletsen rond tieren en discussies in thuis aan. Ja, ja, dat was wat anders dan Sissi en Marika Rock. Dat was al meer van Marika zonder Rock. En toch, achteraf bekeken was dat allemaal heel roof. In vergelijking met wat er nadien gebeurde. Hier een kilometer of vijf verder en nul over de grens. Met de koning van Engeland. Hij zei dat hij vroeger een brave mens was. Een ridder zelfs. Wat zei ik? Een koning? En dat zijn toch al mooi brave? In feite was de Sammy ook een stukje stekenen. Wij zijn er met allemaal groot mee geworden. Ja, er is nog wel een zolken. En er is nog wel een gangske. Maar er zijn geen vensterkes niet meer met papiertjes. Heb je dat gezien, jongens?
dat zien jullie? Die kosten door nogal eens weg, mensen. Amai. Hey. Ja, ze, dan snap ik nog vroeger toch ook altijd Gerke Doorsen. Oh, vroeger ging ik altijd naar mijn bal, hè. Kan ze als u nog opnoemen, die bal? De bal van de Drijtang. De bal van de burgemeester. De bal van de Turnkring. En de bal van de brandweer. Oh, ja, en dat orkest. Ja, dat was als u, hè. Daar moest een orkest zijn. Ja. Tegenwoordig is dan een DJ. Ja. Hoe meer lawaai, hoe beter. En als maar die licht nog en uit. Om kop in van te krijgen. Maar ik pens dat dat de bedoeling is, hè. En dat je ook goed in die dansings. Dat is je ook niet meer van gisteren, nee. Zullen. Die leren niet meer van, geef ons heden ons dagelijks brood. Nou leren die van, geef ons heden ons dagelijks bloed. Ja, dat scheelt juist dat. Wij leerden vroeger in school onze ABC als u. De A van aap. Ja. De B van boek. De C van cyclat. Maar tegenwoordig is dat de A van abortus, de B van boezem, de C van seks, de D van durex, de E van al op mijn zaadklappen van eet. Ja, Charmaine. Oh, dag meneer de pastor. Dag meester. Dag dames. Dag. Meskes. Op stap zeker. Meneer de pastor, we zijn aan het winkelen, niet Charmaine. Kom eens eens aan het doen. Ja, we zijn nog maar een paar uur bezweksen. Heb je me nog een wat is, zeg het geld, zeg ik. Zeg het geet dan niet? Wel, wij worden dan zo te pijzen van vroeger, hè, meneer de pastor. Hè. Oei, oei. Angela is wel lood. Hé, hey, mijn eten. Salut, meneer de pastor. Dank u, salut. Merci. Ja, ja, meneer de pastor. Waar is de tijd naartoe? Zitten er hier kinderen in de zaal waarvan dat oldere pa nog bij mij in de klas gezeten heeft? Heeft er vandoor al iemand de klets tegen zijn uren gekregen? Nee, nee, ziet het wel. Zij worden gekregen die gasten geen kletsen niet meer. Dat schijnt psychologisch en pedagogisch niet verantwoord te zijn. Nou kregen daar kletsen. Dat is dat wel verantwoord. Als het zijn worg, een meester, die een of ander vervellig jonk een mot geeft, dan mogen je er zeker van zijn dat hij dezelfde avond nog die vader op bezoek kreeg. Of die moeder. Een geëmancipeerde. Och, germen die meester. Ja, vroeger was dat helemaal anders, hè, meneer de pastor. Dan hingen die handen van die meester ziel wel los. Als je daar thuis over durf klagen, dan kreeg je er nog wat motten bij. Want de meester die wou toen altijd gelijk, ook al wou die ongelijk. Ja, maar eens de tijd aan mijn zondags achternoenen uitgingen. En dan maar riepen, moeder, mijn mes en mijn pre. Nou zeggen ze, ma, waar zijn de sleutels van Eldere Otto en mijn Mr. Keiskort? Ja, meester, alles veranderd, hè. Ja, ja, maar neem nou die processies. De processies. Ja, de processies van vroeger, ze zijn er niet meer, hè. En hoe schuwen was dat niet alleen. Schuur. De uizen die wieren bevlacht. De wieren blommetjes en bladjes van de weren geschoren om sommen met zand als zogemeen op stro te strooien. Voor de vuster wierd de gaard uitgestaan tussen brandende kiezen. En in het midden van Turgat stond een stuk omdat ze zo kunnen knielen en als het heilig sacrament voorbij kwam. Ja. En iedereen ging mee, alle kinderen gingen mee. Zelfs die van Pilatus. Ja, ja, de die van Pilatus. De kleinste die in de processie gingen, de kleinste kleutertjes, die worden allemaal schoopuit. En die natuurlijk schoopvalken over onder de rug. En dan de kleutertjes, die gingen in de processie met een balken. Ja, met een balken. Niet wel zonder klepper van eigen smaak. Maar op kop van die kleutertjes, juffrouw Jan. En dan de ster, zuster Genevieve. Zuster Genevieve. Alleen meester, hoe schuur was dat nou toch niet? Johannes de Duiver die erin meeging. Jezuken, moeder Maria, de heilige Jozef. Als u die simpele mensen uit de Bijbel, ja, die naar u uitgebeeld werden door mensen van stieken die naar u wat meer worden als al een dag. De feiten. De Van der Steggers, ja. De Smetters, Smetters, ja. De Reulers, en nog als je wat.
zes in het goede vlier zittende boeren, die drogen de bal te kijken voor de boom de pad. Ja. En rond geen kerkfabriek. Er rond geen kerkfabriek, met een flambé. En tussen de pastoren en de muziek gingen de leden van de congregatie van Maria. De congreganisten. Daar, jonge dochters. Ja, meester, waar zijn ze gebleven, hè? De processie. De processie, ja, meneer de pastor. Ja, juist gelijk aan de veldwegelkens, hè? Allee, pak nou de bakkenstroot. Je wandelt er mee in van uw gasten en je zegt, zé, hier was nog vroeger een wegelken waar dat je mee aan een vilo justekes deur kost. Je moest op bukken of je kreeg een tak in wezen. Je moest oppassen of je werd getingeld. Je moest er recht aan of je reed de gracht in. Nou ligt er de Blommenweek. Mijn schoenen maken dat. Ja, als je dat tegen een gasten vertelt, dan ik bedoel dat wat vroeger, hè, meneer de pastor. De pijs is dat over de middeleeuwen spreekt, hè. En in uw eigen pijzen. Dit is precies maar wat gisteren is alleen. Maar alleen, meester, dat is juist hetzelfde met de Martin opsteken, hè? Nee. Allee, die is nog veranderd. Kon je niet zeggen dat dat niet veel verbeterd is. Maar hoe charmant en hoe, ja, hoe schuur was dat nu, dat er een keer over die kassijkers kost zussen. Nee. Ik moet nog niet zeggen dat dat nog niet allemaal veel beter en veel schunder is. Maar je gaat mij toch niet wijsmaken, meester, dat er nog niet een stukje steken weg is. Ja, dat nooit of nooit niet meer terugkomt. Nee, meneer de pastor. Dat is hetzelfde met kerkhof, hé. Allee, hoe ligt het dat er nog niet? Ja. Hoeveel jonge mensen vroeger gingen door niet? Kent je niet vrij? Allee, meester, zeg nog een keer eerlijk. Hoeveel mensen zijn er op de Oudkerk of vroeger niet? Onder liever de eerste keer een toteke gegeven hebben? Je moest het zelfs aan een vilonie op slot doen. De jonge gasten van tegenwoordig die gaan dat niet geloven. Maar toen, dat verschoten als er een vilo gepakt werd. Nou verschieten als zo'n vilo niet gepakt werd. Ja, meester. Vroeger verschoten als een parochioan niet te biechten kwam. Nou verschieten als er... dag meneer de pastor, dag meester. Zeg, Sarmee, kom huis niet. Meester. Wil je geen roosje weten wat Cecile van Omeer mij de juist komt te vertellen? Ja. Maar zwijg niet. Want kijk, ze heeft dat nog juist iets tegen mij gezien en ik wou dat tegen geniene zeggen. Nee, zeg, ik nog juist iets tegenover. Uw zoon zijn de vilo, gepakt op de gilo. Maar Anna, dat is al lang geen nieuws meer. Wat? Dat is al oud vuil, daar weet ik al lang veel meer over. Allee, zeker? Ja, Simon zat gevroegen om mij van dat niet te zeggen en mee. Maar dat ik zal het nog vertellen, maar niet voor het vertellen. Nee. En wel, die vilo, hé, die is al lang gevonden door de politie. En daar kostte geen vilo kopen als verloren voorwerp. Ah? En weet je wie dat die daar gekocht heeft? Wie dat er daar weer trapste bij was? Allee, wie? Kom eens hier. Zijn ze hun raad er nog mee? Serieus, joh? Ja. Ja. Ja, kan ik die mensen eigenlijk toch geen ongelijk geven, Uxne, Germain? Als je een schone vilo had, dat was. Brava. En als je nou toch die eerste keuze hebt. Godverdikke, godverdikke! Dag, meneer de pastor. Dag, meester. Nou, jongen, als jij precies gelopen? Als je beurt losse mannen gezet. Wil het nou wat weten? Ah, ja, nee, ik dacht alleen dat er wel bij zit. Een Vlaanderen, geef je leven. Kijk, ik kom zoest van bij de soe. Ik zou vanuit bij Nof zijn een boel goed branden. Ik ga naar de soever te gaan helpen. Die stond er toch wel met zijn nonnen en zijn zakken naar die brand te kijken, zeker? Ik moet er wel bij zijn. Het was een schurenbrand. Gok kost hem daar blijven kijken. Ik vroeg hem, zit jij niet schoon van een huis? Ah, zit jij zot zitten. Door heb ik maar vooruit gekeken. Ik stond als je een tijdje mee te kijken en ik vroeg, hij zit er nog vlas in die stal. Ha, ban je gij, waarop lopen en je blemen, dat is alles. Allee, achter een tijdje waren de pompiers nog niet. En de witte Matthijs, dat was toch nog een step te pijn te knikken. En die stal begon op den duur toch al wat te fel te branden in mijn goesting.
En ik zeg, allee zo jong, zou we nu lekker een beetje beginnen blassen? Ah, ja. Laat jij dat boeletje maar goed plannen zitten. Al dat goed plat lukt hij dat altijd veel erger uit. De expert van de verzekeringen, verstudde dat? Jongens. Zeg, zo gaat dat soms bij ons in de stille. Het deed al bekend heel jaar geregeld. En toen meer dat flas geen zieke meer werd, hè. Zo toch, hè. De mens moet toch wat doen om aan de kost te komen? Ja, als u 3 weken geleden zat ik gelijk of gewoonlijk met duurmessen van achter, was die van klappen, klappen dan zit aan met de deurmaken, hè. Uren we niet een keer de pompier te verbergen. Zeg, dat is bij mij, zie de pier dan eerst mijn zout. Wat dan dat nog af? Dan je zit hier in de messen. De pier die moest lachen. Mijn natste zoon is naar de vloegmester geweest. Verstudde dat? Die expert van verloren, die was veel te kruis. Maar nou moet ik toch iets van mijn leveren. Vrij week zondag achter de messen zijn mijn mannen naar de moenen geweest. Een kwestie van is te zien wie dat er geschikt was om af te branden. Want serieus, als je een ander tegelijk aan brandt, dan gaat toch een beetje veel beginnen opvallen, hè? Allee, ik kreeg toch gedaan dat ik vrijdag met een haar in brand moest steken. Maar dan heeft een zaak met een smerige doel te draaien. Zie je toch, hè? Een chefje? Die vrijdag afternoon komt de kleine man terug thuis van school. En mijn vrouw zegt, pak tot een boterham en gaat het vogel spelen. Wordt nog een afbrand. Ja. Allee, ik wacht het aan de gasten weg zijn. Ik pak mijn staartjes. Zus, als ik naar mijn haar wil wonen, uren toch wel de pompier zeker. Ik kijk rond. Ah ja, jong. En dan zijn vader zie ik hem zelf zijn schuur aanbranden. Die godverdomde stinker, hè. Het was alles goed genoeg gezien dat ik geschikt was. Wat kon er eens meer? Kijk, mijn vader deed de grond. Maar dat broek van eigen niet stoppen. Mijn paardenvul, ja. Dat is toch waar, meneer. Wat pijs het door nog van alle. Wat dat ik ervan pijs, meester. Er zijn geen heerlijke mens niet van dag van vandaag. Daar ben ik er echt van. Trek tot alles toe niet, hoor. Ik mag het nooit niet aan. Mooi opvallen. Allee, allee, allee. Je zult je ook wel een keer afbranden. Het is dopen. Zal ik dan op een kinderpas? Ja, dat is goed. Hela. Ja, meneer Paster. Ben ik jou, Branneke? Ja. Jawel. In Daal zat ik genoeg, Branneke. Brand, 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 maar hier is het geen.
meer. Daar moet je niet naar kijken. Dat zieke kassu, dat is smokkelaars, dat is van dat gemeengoedje. Dan moet je gemeen verveel gewoon en niets tegen zeggen. Dag Peliet, dag Berke. Nog schulot op scheut, joh. De meng zit ook nooit niet gedaan, hè. Kende je die twee, hè? Ja, van eigen stal heb je zo die nog niet kennen. Luister eens, ik kon ons iets vertellen van die eerste zijn vrouw, hè. Die ken ik van op een dop, hè. Die komt altijd toppen met een echte Mercedes. Ah, oh, ja, dat is mooi. Kijk, jongens. Kan ze eens opgebeurd, jullie. Achter mij blijven staan. De commissie, zijn ze stil van de ogen? Zijn ze stoken? Ik weet het niet. Of het is toch eens zo gemakkelijk. Ik had het vroeger wat meer moeten kunnen doen. Waarom? Smokkelde je al zo lang? Maar manneke toch. Dat is het tweede oudste beroep van de wereld. En opsteken misschien wel het oudste beroep. Maar vroeger stoken de commissie zo maar niet. We hebben al wat trucken moeten doen om over de grenzen te vroegen. Let me see, die stapt al een keer boter en een duurtskist. Dat zouden we ook nog wel eens kunnen proberen, dat. En piest dat wij vroeger gesmokkeld hebben. Peer de verte spoel, pikkelering. Allee, van alles, hè. De verte, hè, die stak wij zo een afloop principe naar de muren. Was die van alles te doen zwijgen, hè. En de peerden, die bollen wel ballen aan de puur. En voor de koen, daar moet je een prijs in een pad raken. En als moet de commies nog wel in de gebuurten zagen, dan stukken wij die prijs in de bellen van de koen. En die liep nog maar op bij Johnson. Hey, had hij beter uitgepakt, dan had hij al vier rapper terug mee gelopen. Wat het gemakkelijkste om te smokkelen, dat was goud. Goud? Ja. En daar in Zwarte Kast nog een paar gouden tientjes zetten van Beest en Oorlog. Maar tegen Wies Verlengen, of was het Wies Gevliegen? Nee, het was Wies Verlengen. Jawel, daar word ik met een kleine jongen die. Daar vonden onder ieder kussen goud. Allee. Ja, ja, die is zelfs niet gewist, he. Dat er zijn wasmachine al zat, he. En dat er gewoon tientjes hier rondvlogen. Allee, 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 allee. Halt, halt, stop. Allee, Maurice. Smokkel, nee. Kom. Dag, hoor, wat kost ze, mannen? Kom, hoor, hoor, hoor. Is dat maar. Is dat zakske man al eens hier? Wil ik wel eens weten wat er is. Alle smokkelde gonden toch geen boete niet meer zeker? Dat is toch uit een tijd? We verdienen nooit zout of op het dak niet meer mee. We hebben toch altijd al boter gesmokkeld? Oh, oh, maar die manneken. Er is geen saai niet meer met te verdienen. Zeg, Boris. Ja? Heb je er al iets gevonden? Ja, hier zeg. Ah, en was het dan? Popwater zeker? Maar al echt dan nog niet. Maar normaal zit dat toch altijd mijn kaas, man? Maar onder smokkel toch geen Genever niet meer zeker? Dat is toch uit een tijd? Ah, wat dan wel? Ga terug, zeg. Terug, dus je. Hoe doet het dan wel? Wat is dit voor onder? Zijn onder witte kleden. We hadden foto's op kaas, meneer. En luchtballons. En autobussen. Allee, ja, gelijk of in Miami High kant, hè. Lap, de kleine zelfstandige vliegt er weer van tussen. En ik die had toch dat smokkelen een vast werk was. Ja, wacht maar, mannekes. Tegen het Europese markt in 92 ja. Opengot. Dan valt er het heel niets nimmer te smokkelen. Ja. Terug, kop, wie naar de kabinet. Wat wil je dan niet te weten komt, wat in een Europese markt erop is, dan klikken ze klap met een heel put kunnen leggen. Wat was dat in de paard, dan zo is het anders niet begonnen. We'll be right back.
Daar is de tijd naartoe dat die nog naar school gingen. Bij de broeders van Bertje Louters. En weet je al nou dan allemaal die meesters bijgenomen aan? Verpoest, Polies, de Flessen, de Bobbel, de Corsé, Stoepken, Geitenhoor. Dat was vreed, hé. Wie ze ze nou nog kennen. En in mijn vader zijn tijd, dat was er nog een dag van Uwe. Zwinkel, de Oksarope, de Chique Charme en de Parete. Ja, wij zullen ons kinderen niet meer moeten vragen wie dat duur verand was. Of Sis Patete, of Tjaffa Polkes, de Padrenbon, Verbrand Pasken, Kleerkasken of Zeven Sijns en Alfree. Of de Mokker Aldaldi, of Manske van de Witters, of Pietje Potje Kaffie. Misschien kennen ze zelfs de klotes niet. Of de Leuten en de Kanul. En hoeveel stikkerijers zullen er nog zijn die al weten dat er bij de Van Goedhems Griekjes waren. En kluizen, en klokken en duivens. Of dat Moeske Verrassel de vodder was van de verloren april. Wie is Vong Zakata? Wie is de videobal? Ik heb een deel bijna allemaal opgeschreven. Ik ben eens curieus hoeveel dat er nog van zult kennen. De Kender, de Keesse, de Keese, de Kare. De Kinne, Trees Koekoek, de Pulle, de Baren. De Kruger, de Kluus, de Kul, Koekeleute. En Krikis, de Congo, de Kuiven, de Keuten. Wie kent er de Copresens of Pier de Kurenpoeper? Wie Broos de Vinker, Paul Penne of Viel de Soeper? De Groenen, de Duiren, Kaluiter, Kabonis. De Schuiten, de Duiten, Quartie en Mie Christus. De Jasse, Kagas, Sabas of Pierre Kootjes. De Smik, de Bolshevik of Jelle van Lotjes. Wie kent er de Kalapie? En wie Pietje Kakefut? Wie nog Zoe Vodde? Of Rozeke Patut? De Fichel, de Kluit, de Primus, de Vlaming, de Jim, Piet Granuit, de Bussel, de Nosselen, de Pleiten, de Poten, de Bokeren, de Kurren, de Mus, Sparrenoten. Wie kent er nog het Snuivel, de Tiger en het Schuurweer? Wie Piepeloontje, de Klossen of Mikkeleer? De Kurf of Kaukus? Kanul en de Kieten, Patete, de Worren, de Schorren en de Tieten, de Scheten, Priemeten, de Stukken, de Guren, de Prutter, de Slinksen, Lasop en de Zuren. Wie kent er nog de Swassambol, of Petit of Lui Piet? Wie Piet en Duvel, Piet Verkes of Jena van Poliet? Lieber Gott, wo seinen Engeln nahm, de Braves Opfer, die Menschen kennen. Ihnen ist besonnen, sein Guren Quang, de brettenden Beinam, dann sonnen die Sferne. Tip-top. Lieve Nieren, Sikup of zijn Kupman, Bokoets, de Boer, de Muizen, de Bieman, Parapon en Kobonne, Rees Pekhoek,
De sluik. De sigaretjes. De kleine patatjes. Of zelfs een paruik. Wie kent er nog eens Tsiki? En Talvin. Mondewijze. Wie doet dat vak? Wannagat. Of Piet van de Grijzen. Bokkenij. En de Dokker. De Kul of Wilbach. De Leuven. De Krommen. De Kerst of Fiekvak. De Tuttel of Dure. De Pazen. Zoetemoen. De Ruurbroek. De Bobby. De Visser of Sismiljoen. Wie kent er nog Reken Papzak? De Derbyklakken. De Bies. Wie nog de Brak? Viel de Schoper. Of de Dikke Wies.